Sportpark De Zwaaier, Kozakkenborst, tweede wedstrijd al in dit kalenderjaar. Vorige week wist de ploeg te winnen met 2-1 van de treffers. Rijnsburgse Borst, balletje breed, niet handig. Stout pikt hem op. Marijnissen. Marijnissen met de voorzet. En de redding is goed van de doelman van Rijnsburgse Borst, Bekkers. En zo is het eerste gevaar van Kozakkenborst. Stout. Meteen een crosspaas richting Marijnissen. 1 tegen 1 duel met Komen. Komen. En het schot is van Marijnissen. En Kozakkenborst deze week het contract ontbonden van Jordi Thijssen. Niet echt gelukkig geweest bij Kozakkenborst. De veel scorende spits van AFC. Nu dus zonder club. Asiente. En wederom Bekkers. De beste speler van Rijnsburgse Borst tot dusver. Dat er niet aan te pas komt in Werkendam. Dit is een mooie aanval. Keukens. Maar Marijnissen raakt daarbij geblesseerd. Acht keer eerder gespeeld. Slechts één keer werd dit duel gelijk tussen beide ploegen. En Rijnsburgse Borst een keer op de helft bij Kozakkenborst van de Moot. Buitenom Komen. Jongenelen kiest de weg binnendoor. En dit is het schot van der Moot. En Van der Meulhof heeft hem. Sinds kort de nieuwe doelman bij Kozakkenborst. Afkomstig van Jong PSV. Dit is een mooie actie. Dan nog een goede voorzet. Komen in duel. Bij Kozakkenborst willen ze een vrije trap. En dit is een hele domme rode kaart. Nizar Megaoui krijgt hem. Voor dit vergrijp. Ja, dit is een domme rode kaart, zeg. Vanaf de rode kaart is Kozakkenborst teruggeworpen om te verdedigen op eigen helft. En misschien zit er nog meer in voor Rijnsburgse Borst dan een punt. Komen. Komen, dit doet hij goed. Afvallende bal en Van der Moot. En een fantastische reflex van Mike van der Meulhof. Voorkomt dus de openingsgoal van Rijnsburgse Borst. Opnieuw de ploeg van Wisman. Met Artien heeft wat ruimte. Artien legt aan, schiet. Dat is ook meteen het laatste wapenfeit in deze wedstrijd. 0-0 na 90 minuten spelen tussen Kozakkenborst en Rijnsburgse Borst. Daarmee mogen beide ploegen tevreden zijn.